Goedenavond, goedenavond. We komen heel even live. Goedenavond, mensen. Ja, ik ben nog steeds in mijn badjas. Ik heb niets te maken of niets met niets of niemand. Waar um, zit een beetje tjoep tjoepka, momenteel? Maar uh, we gaan toch echt praten over die Tori. Heel even kort. Goedenavond, Miriam, Goedenavond, Dominique. Goedenavond, Toya. Goedenavond, Chitra. Uh, ik was niet van plan meer live te komen, maar toen ik zelf mezelf, volgens mij is het verschrikkelijk saai. Uh, ik zit hier op mijn bank nog steeds en heb ze iets van, hè, huh? hè, huh? wat is eigenlijk op televisie? Maar er is niets op televisie. Ja, maar haar is chaka chaka nu hè. Je zou net wat posten. Oh, pak een wijntje erbij. Heerlijk goede avond, nog een goede Rena. We moeten, ik ga toch heel even ventileren over uh, het aanstaande programma. Like en deel afvast. Laten veel mensen naar mijn hoofd kijken. Goedenavond, Jessica. Uh, goedenavond, goedenavond iedereen. Maar we moeten gaan praten over het programma wat binnenkort komt. Dag Jimmy, is het niet de 17e? Of uh, is het niet de, 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 de zoveelste? Dan gaat er een programma op televisie komen. Wel, 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 well. voordat ik start met praten, laat me erbij vertellen dat ik geen kinderen heb. Ik heb, <laughs> dag niet, ik ben niet Dalotoya, ik ben niet belast met uh, zorg voor kinderen. En daarmee is eigenlijk mijn hartslag een stukje minder in die Libi. Maar waar ik wel belast mee ben, is het feit dat ik een oom ben van heel veel kinderen. Heel veel kinderen. En eigenlijk uh, mag je me zien als een vader voor elk kind wat er is. Dag Missie. En laten we gewoon even pierboos deze discussie gewoon met elkaar gaan voeren. Want dat wat wij uh, nu om ons heen zien gebeuren is... Iedereen heeft een klein beetje de zenuwen met betrekking tot het programma van Hè? Hè? Klein moment. Like en deel, like en deel. Laat me heel even mijn labellum zetten. Nou hoef je mijn mening te, niet te delen wat ik nu ga zeggen. Maar ik, ik praat en wie wil kan, kan luisteren of niet. We gaan heel even het opladen bij pakken. Opladen, ik kom eraan. Even een kabeltje pakken. Goedenavond, goedenavond. Goedenavond en welkom in de live. In deze live, waar we het gaan hebben over het programma. En uh, ik wil dat jullie een aantal dingen uh, gaan onthouden die ik nu ga roepen en ga zeggen. Uh, ten eerste. Um, laat even wat te drinken. Schenk even wat te drinken voor jezelf in. Want af en toe moet je een slok kunnen nemen wanneer het te veel wordt. Dit programma uh, is, is nu onder iedereen's aandacht en iedereen praat erover. En natuurlijk ga ik er ook over praten. Want um, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, dubbele gevoelens heb hierbij niet. Dubbele gevoelens. Ik zeg het eigenlijk verkeerd. Ik ben gechoqueerd. Maar eigenlijk ben ik ook niet gechoqueerd. In dit programma worden de kinderen uh, letterlijk voor naakte mensen neergezet. Om ze alle vragen... Uh, ze kunnen alles vragen. Ja... Uh, hoe het programma nu wordt gepusht is in de context van. Dag Gigi, dag Samio, In de context van. Wacht even. Uh, we leven dusdanig in een. Laat me, me hartjes jullie droppen hoor, want ik vind het heerlijk dat jullie naar me kijken. Uh, en moeite doen om, om, om dit, deze discussie samen te voeren. Dus laat me mijn fatsoen even tonen. En jullie zeggen: Hallo, welkom in de live. Um... Kinderen worden neergezet en uh, kunnen alle vragen stellen die ze, die, ze, die ze willen aan die naakte mensen. Oké. Okay. Um, mensen, uh, wat ik jullie uh, ga zeggen is het volgende. Het maakt niet uit als we straks uh, het programma wel of niet hebben gezien. Ik wil dat jullie bij aanvang. Um, goed nadenken over het volgende. Wat is eigenlijk werkelijk het doel van dit programma? Welk doel dient dit? Wordt hier ingespeeld op een tekort aan informatie? Wordt hier ingespeeld alsof er iets zou ontbreken in de opvoeding, de seksuele opvoeding van kinderen? Het staat erbij, ja? Uh, die die, 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 die um, generatie of die instagram Liby waar en die filterpolitiek uh, uh, waar we in zitten, raken we steeds meer uh, verder van de werkelijkheid vandaan. Maar wacht even, over wiens werkelijkheid hebben we het nou? Weet je, de problemen van deze wereld hoeven niet direct een probleem te zijn binnen jouw gezin. Ik zeg het nog een keer. De problemen van deze wereld hoeven niet direct een probleem te zijn binnen jouw gezin. En wat nu hier gebeurt, is dat er op een vrede manier inbreuk wordt gemaakt over zaken wat binnen het gezin zou moeten liggen, binnen het domein van het gezin. En bij uitbreiding seksuele voorlichting die ook op school wordt gegeven. Maar nu hebben die mensen in Hilversum er een sausje overheen gegooid. En alles moet, moet in, het, in, in, in het kader van entertainment nu uitgebreid op televisie worden besproken en weergegeven. Maar denk na nou over de gevolgen. En de consequenties van dit. Ik vind dit zeer en zeer en zeer kwalijk en zeer ernstig. Natuurlijk zijn die jongeren gescreend. Ten eerste ga ik verschrikkelijk teleurgesteld zijn. Ik weet niet hoeveel series het bestaat. Ik ga verschrikkelijk teleurgesteld zijn als people of color meedoen aan deze bullshit. Sterker nog. Sterker nog, eenmaal geëerd, eenmaal op televisie, eenmaal heb je je kind geëxposed aan deze bullshit. Het heeft consequenties en gevolgen. Want mijn 13-jarig kind of 12-jarig kind die met jou in de klas zit, moet nu met bepaalde bullshit komen aan het adres of oor van mijn kind omdat je moeder of ouders jou overleveren aan experim experimenten van Hilversum. Wit Hilversum. En ik ga niet praten over pedofilie. Ik hoef niet eens daar te gaan. De seksuele ontwikkeling van een kind zijn ouders verantwoordelijk voor. Dat zijn zaken die bij in het gezin moeten zijn afgekaderd. Daar hebben we geen entertainment programma voor nodig, van mensen. Dit is entertainment. En niets meer dan entertainment. Waarom zou je kinderen van die leeftijd voor een panel van naakte mensen zetten? En ze ook nog eens de vrijheid geven? Want hier praat ik over. Dit is dat, die, 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 die witte privilege die zelfs hierin geen remming heeft. Waarom zou je kinderen in een positie willen brengen van die leeftijd dat ze alles moeten en kunnen vragen? Hier, hier zie je al dat er een probleem is ontstaan. Soms is het antwoord nee. Soms moet het antwoord zijn nee. Soms is het beste antwoord nee. Je bent te vroeg. Mama of papa kan je nog geen antwoord geven daarop. Het kind beseft wanneer het antwoord nee is, dat er een tijd en moment zal komen dat er over bepaalde dingen kunnen worden gesproken. En heb ik het nu niet over die achterlijke preutsheid, dat ik niet weet wat kinderen van 12, 13 jaar doen. Daar heb ik het nu niet over. Maar waar ik het over heb is in hoeverre gaan we onze gevoel en ons verstand afstompen. Hoe verder gaan we die kinderen blijven beschadigen door hun gevoel af te stompen? Door dingen te normaliseren? En wat betekent normaliseren werkelijk? Maar als jullie denken dat het normaal is dat je een kind van 11 of 12 of 13 jaar de ruimte geeft om alles te kunnen vragen, en daar ook maar als ouder antwoord op te geven. Heb je het wel goed mis? Seksuele voorlichting is dit niet. Dit kan nooit worden geschaard onder seksuele voorlichting. Dit is gewoon het vernietigen van de jeugd. Om hun hongerige nieuwsgierigheid maar te blijven vullen. Ja, kinderen zijn hongerig. Ze willen dingen graag weten. Maar waarom gaan we dat overlaten aan een programma op televisie? Als ik zwarte mensen of zwarte kinderen zie meedoen, of people of color, ga ik daar zeer, zeer verrast over zijn. Wat ik tot nu toe heb gezien is een vrij wit publiek. Maar ik ga daar zeer verrast en zeer teleurgesteld over zijn. Want we moeten dit onze kinderen niet aan kunnen en willen doen, want dit is niet normaal. Dit moeten we niet als normaal zien. Die vragen die daar worden gesteld, zouden namelijk in de veiligheid binnen het gezin gevraagd moeten kunnen worden. Dan ga je als vader maar je broek zakken voor je zoon. Om te laten zien en te vertellen hoe het werkt. Dan ga je als moeder maar je broek zakken voor je dochter of voor je zoon. Om ze te laten zien hoe of wat. Maar heel nodig dat ik mijn kind ga zetten om. Voor een, voor een programma te kijken. Laat staan dat ik mijn kind zal gaan aanmelden om mee te doen aan het programma. werkelijk, ik heb gefaald als moeder of als vader. Als ik mijn kind moet sturen om mee te doen aan een dergelijk programma. Waar haal je je informatie vandaan? Die kinderen worden al plat gebomandeerd. Inderdaad met heel veel fake en heel veel nepperij. Maar om die kinderen op zo'n jonge leeftijd te chockeren, is vreeddadig. En het gevaar van dit normaliseren is dat kinderen die worden geraakt, die hier totaal nog niet klaar voor zijn en totaal hier niet mee bezig zijn. Bepaalde kinderen zijn vroeg erbij, hebben vroeg vragen. Kunnen niet anders dat hun emoties al vroeg ze misschien in de weg zitten? Jonge meisjes al vroeg in hun puberteit gaan. Jongens die al vroeg bewust zijn van het feit dat ze een geslachtsdeel hebben. Die constant. Snap je? De aandacht van zijn ze vraag. Ze die kinderen hebben het al zo verschrikkelijk moeilijk. En nu gaan we deze wereld toch lelijker maken door bepaalde dingen te normaliseren. Want dit is werkelijkheid wat gebeurt. Met het risico dat we jongeren op bepaalde kinderen geen ruimte gaan geven. Om normaal op een normaal tempo. Hun seksueel te ontwikkelen. Het komt. Maar waarom moeten die dingen steeds vroeger? Waarom moeten die dingen steeds sneller? Waarom moet er een entertainment sausje overheen worden gegooid? Dat is toch misselijk? Met alle gevolgen van die. van die jongeren, die kinderen, die nog niet eens. Ze zijn nog goed in ontwikkeling. Die gaan toch echt terug met die shit. Wat ze daar gezien hebben en dat wordt besproken. En dan zal je net maar in een klas zitten met iemand of een jongere waarvan deze shit gewoon te vroeg is. Dit is niet normaal. We normaliseren iets wat niet op televisie, pieboor, zo uitgebreid besproken moet worden. Wordt geschreven dat school van kind weigert. Seksuele ontwikkeling of seksuele, seksueel. Dat onderwijs behoort thuis plaats te vinden. Nee, nooit in een studio in Hilversum. Dit is toch krankzinnig? Wij als volwassenen al. Kunnen onszelf geen houding geven. Wij als volwassenen. Ik begin jullie die likes te droppen, maar ik praat hier als, als, als brugman. Weet je? Dit, 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 dit zijn de thema's aan mijn hart. En daarom praat ik over real shit. Maar als we niet zeggen dat dit niet normaal is. Wat zijn, wat is dan, de, wat zijn dan de volgende stappen? Wanneer we door blijven gaan. Maar om onze jeugd en het gevoel van onze jeugd af te stompen met bullshit. Ze hebben het al verschrikkelijk zwaar. Ze hebben het al verschrikkelijk moeilijk. Als het iets is, hebben ze misschien juist op dat gebied even rust nodig, want deze wereld is al verschrikkelijk overgeseksualiseerd. En nu zijn er programma's die daaraan meewerken. Ik weet niet hoeveel delen of hoeveel, 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 hoeveel series, wat, wat we allemaal wel niet gaan zien. Maar voordat deze shit wordt geërd. en voordat dit, 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 want dit gaat hot topics zijn straks. Iedereen praat er nu al over en straks praat iedereen erover. Maar voordat we het hebben gezien, ga ik jullie al eerlijk zeggen: Dit is niet normaal. Dit hoort niet. Kijk hoe, hoe jullie als ouders, ik heb geen kinderen, maar ik ben oom. Kijk hoe jullie als ouders, dat geweld, dat, dat, dat geweld wat ouders Met om moeten gaan, dat geweld, dat getreiter. Hoe moeilijk het al is om in deze tijd je kinderen op te voeden. Kijk, onder welke druk ouders maar constant worden gezet om hun kinderen te beschermen tegen deze boze wereld. Deze boze wereld, we zijn onderdeel van een systeem wat hier, wat hier niet is om je kinderen te beschermen. Dit systeem is er niet om kinderen te beschermen. En dat weten jullie ouders. En nu komt medialandschap met weer iets nieuws. Waarvan je denkt: verdomme. Want zo voelen jullie toch? Zo kan ik, ik kan niet eens zeggen dat ik, me, dat ik me zo zou moeten voelen. Verdomme. Nu komen ze weer met een andere bullshit. Dit is hulversum, mensen. Dit is het gevaar van wit hulversum. Die ook maar alles zou pushen te willen van kijkcijfers. Maar de sociaal en maatschappelijke problemen... die ontstaan door bullshit televisie... zijn vervolgens gigantisch. Want elke keer wordt het weer doorgepusht, verder gepusht, doorgedrukt... en wordt de normaal... steeds meer in ons gehersen spoeld. Wel, dit is niet... Normaal, laten we heel even kijken naar een paar opmerkingen. Dan gaan we kijken of we die discussie samen verder kunnen voeren. Dit is geen kinderprogramma voor kinderen. Ik als ouder bepaal waarin een kind informatie geeft betrekking tot seksualiteit. Hier een ouder die snapt waar het over gaat. Een ouder die vecht om zijn gezag te behouden. Ja? Want hier gaat het om. Ouders hun gezag wordt elke keer ontnomen. Want door die shit die genormaliseerd wordt, zal je kind denken: ja, maar die of die. Welk grond heb jij als ouder nog op te staan? Wanneer kennelijk elke keer je, ontmet, door, je door je eigen kinderen wordt gevloerd. Je wordt door je eigen kinderen gevloerd omdat ze aan je adres komen met dingen die niet normaal zijn. Dan moet je een discussie gaan aanvoeren waar je sowieso 20-0 achter staat. Het is de ouderlijke verantwoordelijkheid. En het ouderlijke besef en ouderlijk weten wanneer jouw kind of wel iets wel of niet aan kan. Je bent immers heb je dat kind zelf gemaakt en opgevoed. Je bent 1, 2, 3, 4, 5, je bent 10, 11, 12. Die jongen heb je zien ontwikkelen. Je neemt bepaalde dingen waar. Je probeert anders te schakelen. Je ziet met je dochter, je gaat met je dochter praten. Het is dan moeilijk om te praten met die kinderen op een bepaalde steeds jongere leeftijd. ouder dat er voorst behoedsmiddelen zijn. Het is vreeddadig als je je kind nu al bij bepaalde leeftijd aan de pil moet zetten. Omdat je weet dat het heel makkelijk fout of verkeerd kan gaan. Maar nu hebben we medialandschap Hilversum die eraan meewerkt. Om uh, dit landschap te veranderen. Seksualiteit. Is een prachtig ding mensen, laten we het niet vanuit de verkeerde hoek. Seksuele ontwikkeling is een heel, heel mooi ding. En het hoort erbij. In die seksuele ontwikkeling van een kind, kijk even naar jezelf. Maakt een kind goede beslissingen en foute beslissingen. Dat is nou eenmaal die ontwikkeling waar kinderen in zitten. We kunnen kinderen daarin niet straffen en daarin moet ik ook zeggen dat we als ouders soms een klein beetje scherp en alert moeten zijn. Seksuele ontwikkeling is normaal. Bepaalde interesses zijn normaal. Je zal je kinderen bepaalde dingen zien doen. En hier gaan we voorbij het individu. Nu wordt het een collectief ding en wordt maar in jullie gezicht gedrukt. Dit is wat die kinderen van deze leeftijd kennelijk moeten horen en moeten zien. Nee, mijn kinderen gaan niet de ruimte hebben om elke vraag maar te kunnen neerleggen. Dat respect moet er zijn en het kind weet. Uh -uh. Maar het kind weet ook, er is binnen dit gezin genoeg ruimte om heel veel discussie aan te kunnen gaan. Maar benader me als ouder op een bepaalde manier. Kom niet met brutaliteit. En kom helemaal niet met zaken die je nog niet aangaat. Want een kind snapt heel goed hoor, van jongs af aan. Dit zijn volwassen mensen hun dingen. Grown up people. Ja? Want zo is dat kind toch opgevoed. Uh, uh niet bemoeien. Dat kind weet dat. Maar nu worden die kinderen aangevallen. Want die kinderen zitten op Snapchat. Die kinderen zitten op social media, die kinderen zitten op Instagram, die kinderen zitten overal op. En er gaat hierover gesproken worden als het de normaalste zaak van de wereld is. Wel, we hebben nu als ouders de verantwoordelijkheid om onze kinderen kennelijk voor te bereiden. Ook op dit. Ze gaan ermee van door. En die agenda van wit Nederland en wit Hilversum is werkelijk verschrikkelijk. Maar alles moet genormaliseerd worden. Elke vorm van seksualiteit of elke vorm van whatever moet genormaliseerd worden. Het is al moeilijk om kinderen te vertellen dat jongens op jongens vallen en meisjes op meisjes kunnen vallen. Dat is al een hele grote uitdaging. Ik voel die pijn ook voor ouders. Wanneer ze kinderen moeten gaan uitleggen dat we in een, in een, in een, in een maatschappij leven. Dat seksualiteit iets meer is dan een man en een vrouwtje. Hoe verschrikkelijk zwaar is dat al? En het is afhankelijk van hoe jij als ouder erover denkt. Welke, welke normen of, welke waard, of wat de waarheid is wat je je kinderen vertelt. Of het perspectief wat je kinderen biedt. Daar strokken jullie als ouders ook mee. Maar dat soort gesprekken heb je op een leeftijd dat die kinderen dat aankunnen. En nu. Daar nemen ze meer. Jullie worden, ouders, jullie worden echt ondermijnd. Jullie worden echt ondermijnd en jullie worden niet serieus genomen door wit Hilversum. Dit is verschrikkelijk gevaarlijk. Dit is werkelijk de tijd en moment waar we in leven. Maar kan je je voorstellen dat 30 jaar geleden we deze bullshit op televisie als normaal zouden accepteren? Inmiddels, kijk wat ons normaal is of kijk wat het nieuwe normaal is. Hoe verschrikkelijk, hoe verschrikkelijk eigenlijk, als je heel eerlijk bent, hoe we al afgestompt zijn. Hoe we bepaalde dingen als normaal zien terwijl het niet normaal is. Het is niet normaal. Als ik zwarte mensen zie meedoen aan het programma, wil ik echt kamervragen gaan stellen. Ik wil gaan zien. En ik hou mijn, mijn notitie en, en, en mijn kladblok echt erbij naast. Ik wil eigenlijk dat programma niet eens zien, want ik word gewoon misselijk bij het idee. dat die kinderen op zo'n jonge leeftijd worden blootgesteld aan, 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 aan dit soort zaken. Ik, ik wil bijna uh, zeggen dat dit ook gewoon misbruik is van kinderen. Je, je, je misbruikt kinderen. Je maakt, hun, je maakt hun ontwikkelingsstuk. Je vernietigt iets wat zo mooi behoort te zijn. Maak mensen kapot. Seksuele ontwikkeling, van, seksuele ontwikkeling van kinderen moet geen last zijn. Dat hoeft het niet te zijn, is een mooi ding. Dat je kind kan vertellen, weet je wat? Er zijn twee mensen geweest die hebben seks met elkaar gemaakt, hoor. En daar kom jij vandaan. Het is mooi om je kind te kunnen vertellen. Zo behoort het binnen een relatie te zijn. Dit is wat respect betekent voor je naaste. Ten eerste voor jezelf. Dit is wat respect betekent voor een partner. Dit is wat respect betekent voor je eigen lichaam. Dit is wat respect betekent voor het lichaam van iemand anders. Dat behoor, dat, dit is de taak van ouders om kinderen uit te leggen. En ik wil dat dit op Nederland 1, 2 of RTL voorbij zien komen. Dat, dat kan toch niet? Maar waar, waar gaat het werkelijk stoppen dan? Want dat is eigenlijk de vraag die ik wil stellen. Waar gaat het stoppen? Iemand roept hier. Bédocultuur. Ook een verschrikkelijk, verschrikkelijk thema. Maar we weten dat Hilversum niet jou en mijn belangen probeert te beschermen. Hilversum heeft maar één doelstelling: kijkcijfers en sensatie. En kijkcijfers en sensatie, dat werkt. Het werkt gewoon. En dat weten we. Maar dit is ook weer een ding. Erbij om onze kinderen tegen te beschermen. Kijk hoe jullie onder vuur staan, ouders. Kijk hoe jullie gezag wordt ondermijnd. Kijk welke strijd jullie moeten voeren tegen deze grote boze wereld. En wanneer je denkt dat je kind opvoedt in een veilige omgeving, binnen de normen en waarden van het gezin die je, de normen en waarden die je probeert te beschermen binnen het gezin. Kijk die externe factoren externe invloeden. Die gewoon als een bus badabadabadabadabadam door de heen banjert en binnenkomt wel. Ik ben echt in shock. Ik ben echt in shock. Ik kijk even. Ze dus staan machtig als te veel media en vrienden nu voorlichting geef, je hebt als ouders weinig in te brengen. Ja, je bent al overgeleverd aan, 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 aan uh, die, 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 die seksuele voorlichting die op school gegeven wordt. Daar kan je al moeilijk op sturen. Welke discussies hebben jullie wel niet aan de eettafel? Als je kind, kind ook nog eens bij mondi is om over die shit te kunnen praten. Voor heel veel kinderen is dit soort shit heel erg traumatisch zelfs. Wanneer het te vroeg is wanneer er te vroeg over wordt gesproken. Heel traumatisch. Want het jonge brein van die kinderen... they can't handle, they can't process certain things. Jij ja, als ouders weet tot hoeverre je kind iets aan kan. Maar het gevaar is, wanneer we dit normaliseren... gaan kinderen die deze shit niet... En met alle respect... niet elk kind van 12 en 13 is bezig met Tolly of Pony. Ja? Niet elk kind is daarmee bezig. Zolang dat de, die, 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 die hormoonhuishouding nog niet echt veranderd is, zijn kinderen niet bezig met seks. Ja? Ze zijn wel bezig met seksualiteit, want ze weten dat ze een jongetje of een meisje zijn, dat weten ze. Maar ze zijn nog niet bezig met seks. Daar zijn ze niet bezig mee. Want. want dat, dat, die, dat, die omslag moet ook wel hebben plaatsgevonden. Die, 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 die drive, die seksuele drive die kinderen op een gegeven moment ontwikkelen of jongvolwassen hebben. Dat is iets wat, 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 wat ontwikkelt. Dat, dat komt, dat komt en komt en komt. Maar dat moet je niet gaan haasten. Dat kan je niet haasten. Dat zeg ik nogmaals, het is een mooi ding. Ja? Het behoort een mooi ding te zijn. En laten we het tempo alsjeblieft van die kinderen blijven aanhouden. En niet van wit, heel Het is een tempo wat kinderen en volwassenen gewoon kapot maakt. Onder het thema entertainment. Dat is mijn mening. En daarmee ga je dit moeten doen. Ik ga ook hiermee gewoon de stream afsluiten. En, ik, en ik, ik wens jullie als ouders echt heel veel kracht toe. En heel veel sterkte in deze gekke wereld. En we gaan, we gaan, we gaan het nabespreken. We gaan dit echt nabespreken. En, uh, maar ik wacht in ieder geval hiervan. En het maakt niet uit hoe poëtisch ze het gaan brengen. Het maakt niet uit hoe. hoe, 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 hoe. Het maakt niet uit hoe, how they want to spin it. Het maakt niet uit hoe ze, hoe ze social media de schuld willen gaan geven. Van, kijk, daarom zijn die kinderen uh, de realiteit kwijt. Nee. Met dit programma doen jullie inbreuk op iets wat binnen het gezin afgekaderd moet zijn en thuis hoort.